Vanavond vindt alweer de derde editie van StukaFest Groningen plaats. StukaFest is een festival opgezet en gespeeld door studenten. De hele avond is er op diverse locaties in de stad van alles te zien op het gebied van cabaret, muziek en theater. Ik ga me morgen vinden. Ja, en dat is ook weer zo één, hè? Dus als je helemaal en zo zit, ik ga me morgen heel gaaf maken. StukaFest is het studentenkamerfestival. Het is een festival op studentenkamers, zoals de naam al zegt. En we hebben eigenlijk gewoon theater, muziek, cabaret, literatuur, allemaal zulke dingen op studentenkamers. Toen was het ineens herfst en ging het regenen. Ze hadden allemaal een baan, die vrienden van mij. Peter ook. Hij droeg een krijtsteenpak. Leuke, boeiende banen. En ze deden wat ze wilden. En dat lukte hun ook. Naast in Groningen zijn er nog 8 andere steden die eraan meedoen. En het is begonnen in Nijmegen. En hier in Groningen is dat de 3e keer dat het plaatsvindt. En ieder jaar is het een succes? Of zie je een stijgende lijn? Of... Nou, hier in Groningen is het elk jaar uitverkocht geweest. Dus het is dus geen stijgende lijn. We proberen wel het festival telkens te verbeteren natuurlijk. Een beetje andere dingen erbij te doen. We hebben dit jaar een beeldende kunst act, mystery act hebben we ook. Journalist worden dan. Met die scriptie had ik wel bewezen dat ik aan tafel kon blijven zitten. Ik gaf mij op voor een prestigieuze cursus. En werd aangenomen door een sukkel met verkeerd haar. Die vertelde dat het allemaal heel zwaar en moeilijk was. Het stuk gaat over een meisje die net haar diploma in de hand heeft. En er is wel eens het idee dat je het dan wel gewoon even gaat doen. Dan vind je een baan. Maar dat is gewoon vaak niet zo. En nou, dat laat het zien. Zo van, dan ga je een hele onzekere toekomst eigenlijk tegemoet. Wat heel veel mensen gewoon heel moeilijk vinden. En... Ja, en wat Sarah vooral doet, is dat ze, doordat ze zoveel onzekerheid heeft in de toekomst, gaat ze terug naar haar mooie jeugd en alle jeugdherinneringen. Als ik al die energie in één richting kon sturen. Hoe is het eigenlijk om in je eigen studentenkamer te spelen? Het is mijn kamer ook nog. Ja, dat is ook handig. Het is handig, maar het maakt het soms ook wel eens moeilijk hoor. Omdat je dan realiteit, zeg maar, het stuk komt ineens heel dichtbij. En je staat in je eigen kamer toch iets te doen wat anders is. Ja, ik ken haar van hier en dan ben je in je eigen omgeving. En dan vind ik het heel knap om dan een hele andere rol te spelen. Om, zeg maar, mensen in je eigen kamer te ontvangen en daar dan toneel te spelen. De voorstellingen zijn allemaal op donderdagavond. De voorstelling van Janneke die vindt ook nog de volgende dag plaats en de dag daarna. Maar in principe, het festival zelf is alleen op die avond zelf.